Deze nieuwsuitzending behoort tot de categorie klikken, verklappen en roddel. Oh ja, en achterklap. Hey, alles wat ik weet vanuit de keuken over Steve Jobs. Ik ben met die computers van Apple gaan. Voor het eerst heb ik de kennis meegemaakt. Dat was toen met de Motorola processor, de 6502. En die processor die kende ik. Die had ik ook thuis in een. Wat was dat ook weer? Een Acorn Electron of zo. Ik had ook die 6502 thuis. Dus ik kende die processor. Ik kende de instructieset. En dat bedrijf Apple, die had daar een reuze leuk kastje omheen gebouwd. En die waren duur. Ja, je hebt wel design. En alles deed het als een tierenlier. En er zat een 6502 processor in. En je kon machinecode erin dragen. Nou, dan ben je toch klaar? De instructieset van een 6502, dat is 1 A4. Dan heb je een A4'tje naast je liggen en dan denk je, nou, wat ga ik eens even schrijven? Is dat een poort op voor de I.O.? Een bus? IEEE, hubbeltje bub. Heel handig. En er pasten allerlei stekkers pasten erop. Dus je kon er lichtsensoren op aansluiten, geluidssensoren. Maakt niet uit. Elke ADC-converter, analoog-digitaal converter, die kon je erin prikken. Handig dingetje. En toen later, in 1986, toen moest ik werk hebben, want anders zou ik die kamer uitgetrapt worden waar ik zat. Dan ben je echt bottom, rock bottom. Dus ik moest werken. En toen kreeg ik een baan aangeboden, werk aangeboden, hartstikke zwart. Maar dat maakte me niet uit. Bij een man, en dat was een Apple dealer. Ik dacht, wat is dat nou? Want ik kende die Apples wel, maar dat was gewoon een 6502 processor. Een leuk dingetje, en wat dan nu? Dat was die Macintosh. En de mythe is dat die computer Macintosh genoemd werd, omdat Steve Jobs die zomer daarvoor Macintoshes geplukt had. En wij noemen dat een Macintosh. Het is een, volgens mij, wat wij die groene zure appel. Volgens mij is dat een Macintosh. Het is een appelsoort. Goudgenet, denk ik. Dat wil ik noemen. Dus hij noemde zijn merk Goudgenet. Of zoiets, een mooie appel. Hij heeft niet voor niets lopen plukken. Mooi verhaal wat die man doorgeleefd heeft. En een goed voorbeeld. Overigens. Voor een ieder. Je kan mij niet betichten dat ik op de hoogte ben of had moeten zijn van enige misstap. Voor mij is Steve Jobs iemand die met Patti Smith mee kan zingen. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Want dat soort mensen heb je ook. Steve Jobs, die is een immigrant voor Amerika geweest. En zijn gezinssituatie was niet optimaal. Zijn ouders hebben ruzie gehad of zo. Of hij is uit huis geplaatst. Er was iets aan de hand. Dat heeft die man gedreven gemaakt, denk ik. Als je hem vergelijkt met Bill Gates, dat is een drol te vergelijken met een, ja, laat ik even oppassen met wat ik zeg, maar laat ik toch maar zeggen kwarktaart. Met bessensap erin. En een goede krokante bodem.
Deze vergelijking zal Steven Jobs mij niet in dank afnemen, want meneer was veganist. Of iets wat daarop lijkt. In elk geval heeft hij het voor elkaar gekregen dat wij hem zo kennen. Hij at geen vlees. Echt niet. Helemaal niet. Ook niet dat wat er... Hij leefde in het paradijs. Hij was als het ware, om hem helemaal de hemel in te prijzen, teruggekeerd naar het paradijs. Van oké, waar was het ook alweer? Je eet fruit. Je eet de vrucht. Hij was een fruitist. Dat staat in Genesis 2, volgens mij. Dat is voldoende. Fruit en water. Vruchten en water. En in een appel zit al heel veel water. Dus ja. Dat is eten en drinken tegelijkertijd. Dat was ook het concept van Apple. Dat ze verkochten de hardware met die lekkere, zoete software eroverheen. En het was niet zomaar te doen om die zoete software even te draaien op in elkaar geknutselde, IBM-lijkende rotzooi. Want dan werkte het niet. De software was geïntegreerd met de hardware. Die jongens van hardware en software, die zaten samen koffie te drinken. En overleg te hebben. Kijk, en dan gaan we een computer bouwen. Heb je? En iedereen maar mopperen. Maar die Steven Jobs heeft wel de mooiste software, maar die hardware van hem is hartstikke duur. En het punt is dat IBM heeft later geprobeerd om een machine te maken die qua hardwarekwalificaties overeenstemde met een Mac. En die was net zo duur. Zo mogelijk nog duurder. En heel veel mensen namen genoegen met baggersprut. Van die rammelende kastjes met van die lelijke schroeven. En die kopen al die rotzooi. En zeggen, we hebben Windows 3.11. En dat is hartstikke goed hoor. En die stomme Steven Jobs. Die computers zijn veel te duur. En die computers waren helemaal niet duur. Er is een hele grote battle gevochten en die gaat nog steeds door. Over die informatica, die communicatiemachine. En Steven Jobs heeft het hart voor zijn dinges gekregen. En gewonnen. Posthum. En nou is hij dood. En nu vindt iedereen het heel normaal dat je met een Macintosh werkt. En daar zit een luchtje aan. Want jouw Mac, die wordt, die logt alleen maar lekker in als jouw account klopt. En als jouw account niet klopt, whatever, iemand heeft op een knopje gedrukt, dan ben jij weg. En dat is op zich niet een probleem. Het probleem is dat het bestuurd wordt vanuit een centrale organisatie die wij niet kennen. Want Apple is overgenomen. Dat is verder geen probleem hoor, dus echt niks aan de hand. Want die lui die werken met het concurrentieprincipe. Ze hebben al lang. Microsoft is getransformeerd. Die jongens die bij Microsoft werkten, die werken nu bij Google. Ze verplaatsen al die medewerkers. En dan schuiven ze weer een nieuw product erin. Dat is allemaal aan het gebeuren. En onderwijl gebeurt er niks, by the way. En voor Steven Jobs, zijn concept was dat alles
rond moest zijn. Hij is een keer, kwam hij als een boeddha tot inzicht. Hij liep het gebouw uit en hij zag die auto's. En hij zag die ronde vormen. En toen is hij weer terug naar binnen gehold en heeft hij gezegd, alles moet rond zijn. En dat was een hele hoop geprogrammeerd. Want hoe maak je nou met nullen en enen iets ronds? Dat kan toch helemaal niet? Je hebt Lego. Hoeveel kilo Lego heb je nodig om iets ronds te maken? Er zitten toch altijd scherpe hoekjes aan? Of niet? Ga maar puzzelen. Koop maar 5 kilo Lego en probeer maar wat ronds te maken. Dat lukt je niet. En Steve Jobs zei, ja, dat kan wel zo zijn, maar dan zorg je er maar voor. De mafketel. Proost. Op het werk van Steve Jobs. Tegenwoordig gebruikt iedereen die computer. En kijk maar naar die software. Het is heel vriendelijk oogend. En er is wel het een en ander gebeurd. Als eerste heeft Steve Jobs een man binnengehaald van Pepsi Cola. En dat was zo'n marketingjongen. En die marketingjongen, die heeft Steve Jobs de tent uitgewerkt. Zo, dat is even lekker leuk, hè? Dus met geld van de bank of whatever, neem je een hotshot aan. En die hotshot, die jou de deur uit. Dus dan stond Steve Jobs in zijn eentje. Eentje. Nou, dacht Steve Jobs, nou heb ik eindelijk de handen vrij om door te voeren wat ik wilde. Want Steve Jobs, die wilde naar Unix. En dat is verstandig. Want Unix, dat is een operating system geschreven door twee huisvaders die kinderen hadden voor AT&T Bell in hun vrije avonduren. En AT&T Bell, die telefoonmaatschappij, die zei van, woeps, wat moet dat wel niet kosten? En die twee huisvaders zeiden van, nou, dat kost niks. Mag je gewoon hebben op voorwaarde dat het gratis verstrekt wordt aan onderwijsinstellingen. Kijk, dat is ethisch. Want die lui, die wisten dat ze het te pakken hadden. Unix qua operating system is reuze uitbreidbaar. Dat is zo uitbreidbaar dat je er ook een puinhoop van kan maken. Natuurlijk. Maar als je dat niet doet en je houdt je aan de simpele regels, gebeurt er helemaal niks. Maar het draait altijd. Dat is Unix. En Unix is geschreven toen ik 4 jaar oud was, denk ik ongeveer. Of gepubliceerd rond die tijd. Begin jaren 60. En er zat een programmeertaal bij, die heette C. Dat is de enige taal die er is. Er is niet een andere taal dan C. Ik heb ze allemaal bekeken en denk, ja, hoeveel kleuren bruin kan je hebben? In C kan je machinetaal schrijven. Geen probleem. Ratje, boem, klam. Adresje doorgeven en runnen met die handel. Kan je hele gevaarlijke dingen doen. Hè? Als je in C programmeert, dan zeg je tegen de processor, oké, wat je vervolgens moet doen,
staat op dit geheime adres. En dan geef je een adres erdoor. Dat kan weet ik van wat voor een adres zijn. Ga maar doen wat daar staat. Ja, en dan maar hopen dat het goed gaat. Hè? Als je de processor het verkeerde nummertje doorgeeft, als daar een bitje in fout staat, ja, dan slaat die processor helemaal naar links. En dan ben je de controle kwijt. Shit happens. En dat is C. Hè? Die staat te boeken als een gevaarlijke taal. En dan gaan ze rondom C en van alles beschermende taal maken, dat je niet al die grote fouten kan maken. En daar was Steve Jobs niet van gecharmeerd, denk ik. Hij vond C goed genoeg. Hij heeft dan wel toestemming gegeven om Objective C te maken. En dat is superieur aan dat brouwsel van Microsoft. En dat heet C Sharp. Huh? Dus Objective C, dat was kritiek uiteindelijk. Dat je in de broncode de code kon achterhalen. Er werd te veel informatie doorgespeeld. Het kon op zich wel. Je kreeg er een hele mooie korte code van die goed onderhoudbaar was. Maar het is hem niet geworden. Objective-C is bye-bye monkey. En ze hebben nu weer wat nieuws met Apple. Ik volg ze niet meer. Waar Steve Jobs om ging, naar mijn mening, ging om Unix. Unix is goed te doen. Want het klopt. En Steve Jobs had dat in de gaten. En omdat hij een geïnspireerde persoonlijkheid was, een soort Pim Fortuyn, zullen we zeggen, wist hij financiers te overtuigen. En het is hem fucking gelukt. Dat vind ik een prestatie, hoor. Een voorbeeld voor jullie. Want doe het maar eens in je leven. Weet het maar eens voor elkaar te krijgen. Wat hij gedaan heeft. Hij heeft zich teruggevochten. Want Apple die zat dus op dat operating system wat afstamde van de 6502. Dat Mac OS. En dat was echt hartstikke goed gedocumenteerd. Het was heel lief. Alleen, het stortte in elkaar. Want het kreeg last van het feit dat die busbreedte, die sprong omhoog. Dus we gingen van 8 naar 16, 8 bits, naar 16 bits. En toen 32 bits. En dan krijg je 64 bits. En dan krijg je 128 bits. En dan 256 bits. Die busbreedte, waarom zou je die beperken? Het lijkt er voorlopig op dat wij met een busbreedte van 64 bits voldoende ruimte hebben. Dus ik denk niet dat het veel breder hoeft. Maar dat Mac OS X, dat was gebaseerd op, ja, op 16 bits. Ja, dat was het. Ik weet het getal 32.767. Dus 3, 2, 6. 32.767. Ja, dus 3, 2, 7, 6, 7. Dat is 2 tot de macht 16 min 1. En toen dacht je, oh fuck. En dan zak je tegen die 16 bits aan. En als je er overheen stroomt, dan heb je helemaal niks meer. En dat Mac OS X, of een Mac OS, sorry, dat Mac OS, dat is daarmee in elkaar gestort.
want het kon niet omgaan met die 32 bit. En Steven Jobs die wist van Unix en dat kan je instellen. Dat heb je als het ware een klikschakelaar. Van hoeveel bits wil je compileren? En wat voor busbreedte wil je hebben? En klak, dan zeg je zoveel bits en hoppakee. En het was in die dagen van een 8-bits processor was Unix niet te draaien. Dat was veel te langzaam. Maar Unix draaide op die grote bakken. Die software. Op die hele grote joekels. Al sinds jaar en dag. Want AT&T, wauw, met dat cadeau van Unix. Hè. Oh, iedereen is dat verkocht. AT&T Bell heeft daar een behoorlijke bonus op gehad. En ik ga ervan uit dat die twee auteurs, dat die ook een goed pensioen hebben gehad. En dat Unix, dat zag Steven Jobs. En hij is een machine gaan ontwerpen, helemaal daarop gebaseerd. En die machine die heette de Next. N-E-X-T. Geweldige bak. En ik ben nog op een meeting geweest. En dan mocht je een contract tekenen. En dan moest je een plan opstellen van wat je zou gaan doen met die machine. En als het plan goedgekeurd zou worden, dan kreeg je er één gratis. Maar Steven Jobs geloofde heilig in ontwikkelaars. Die kregen gratis een computer. Nou, ik ben niet op die overeenkomst ingegaan. Ik zag er geen brood in op dat moment. Ik vond het wel een les voor mij. Van oké, zo bent u dus bezig. Cool, dacht ik. En die man die dat verhaal hield, die kende ik. Want ik heb gewerkt voor de company, Apple. Ik heb gewerkt voor de company. Die man die kende ik van Apple. Die werkte daar toen ook. Die was ontslagen. Dus Steven Jobs werd ontslagen. Die man werd ontslagen. En die man die ging werken voor de company Next. Had hij geld voor gehad. En toen heeft Steven Jobs zich teruggevochten. Geweldig. Man, wat een battle was dat. Want dat Mac OS, dat ging down voordat je Abraham kon spellen. En alle kanten ging het fout. Dat vind je het gek. Je had allang een goed operating system, dat heette Unix. En dan ga je zelf wat knutselen zonder rekening te houden met. Het is dezelfde fout die Bill Gates heeft gemaakt toen hij die software kocht. En die had een adresseringsvermogen van 640 kilobytes. Slik. Hoe klein is zo'n USB-stick van 640 kilobyte? En een kilo is 1000, een mega is 1 miljoen. En de rest zoek je zelf maar op. Van ja, dan heb je nog terabyte. Dat Mac OS, dat stortte helemaal in elkaar. En toen kwam Steven Jobs dus lekker weer terug. Werd hij gecontacteerd, want Apple die had er ook een idee van. Ja, we hebben hier de boel overgenomen, maar nu doen de computers het niet meer. Ja, en alle klanten worden boos. Ja, wat moeten we nu? Ja, toen heeft iemand gezegd, nou zullen we Steven Jobs even bellen. Nou, dat is gebeurd. En toen zei Steven Jobs, hallo. Wij gaan naar Unix. En iedereen krijsen van, ja, dat
kan niet, dat kan niet. We kosten wel niet. En we hebben allemaal die customers. Ja, zei Steve Jobs, we gaan over naar Unix. Want dat draait op die grote machines. Ja, hoeveel hersencellen heb je nodig om na te kunnen denken? 3 of 17? Nou, dat is een drama geworden, joh. Want allerlei applicaties zouden echt niet meer gaan werken. En ze hebben de applicatiedevelopers, degene die schreef in het oude operating system, die hebben ze een sandbox aangeboden. Een speeltuin, als het ware. Van we houden die en die en die en die en die en die systeem aanroepen, die houden we in leven. En we werken eraan om andere systemen aanroepen ook nog in leven te houden. Maar je gaat naar de sandbox toe en je gaat maar testen. Nou, ze hadden een yellow box en een blue box. Ze hadden 2 omgevingen aangeboden. Dus best vriendelijk. Gewoon keihard over. En de hele oude productlijn is getermineerd. Er werden alleen maar computers uitgeleverd met het op Unix gebaseerde systeem. En daarbinnen kon je een emulator draaien voor het oude nog. Maar die was zo onbetrouwbaar als de hel. De printers deden het niet meer en dat soort dingen. Daar heb je er niet zoveel aan. Scary was dat. Ik heb in die dagen nog overwogen om over te stappen naar tekstgebaseerd Unix. Om dan maar in plain Unix. En ik schrok me kapot, man. Het werkte wel. Dat is geen probleem. Alleen langzaam. Je veel te veel moet typen. Veel te weinig overzicht hebt. Je hebt alleen maar een zwart scherm met witte letters. Of ja, als je andere kleuren wilt, neem je andere kleuren. Maar het verandert niks aan het beeld. Je hebt geen goed overzicht. En met dat spul van Steve Jobs wel. Wat ik het mooiste resultaat vind van de gedachte van Steve Jobs is het product Xcode. Heel elegant. Je schrijft daar een Hello World program in, zoals een bakker even een broodje bakt. Rets, boem, 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 klaar. Dat is tof. Het Xcode is gebaseerd op GNUC en GDB. Dat zijn de betrouwbaarste producten. GNU is, staat er voor de dubbel, daar compileer je mee. Dat is ook heel simpel. Er hoort een makefile bij. Dat snapt iedereen. Een uurtje studeren en dan snap je het. Dan zet je je broncode om in machinecode. En dat Xcode, dat is ooit begonnen met volgens mij Mac App. Zo. En dat was niet te doen. Daar ben ik nooit aan begonnen. Veel te ingewikkeld. Een eigen. Dat is hem niet geworden. Xcode. Geweldig. Sprakeloos. Zo mooi. En toen. Die overgang van
die Bill Gates-achtige hobbyistenspul, 8-bits operating systems. En Microsoft heeft dat probleem nooit opgelost, by the way. Dat is toch ook schreeuwen? Microsoft. Dat is stom. Sorry. Sorry. Sukkels. Homo's. Dat is Steve Jobs ook een broertje dood aan had. Dat was IBM. Ja. Ah, dat was echt de protestant, die Steve Jobs. In de goede zin van het woord dan. Het was geen bijbelgelovende christen. Ik ben niet zo iemand die zegt als iemand de Bijbel niet gelezen heeft. Maar hij houdt zich wel aan de 10 geboden. Dat hij dan... Snap je, dat mag je. Ja. Steve Jobs heeft in mijn ogen niet iets fout gedaan. Of ik was blind. Dan moet je mij een e-mail sturen. En vertel me dan wat hij fout heeft gedaan. Was een held, is mijn held. Ik dank mijn bestaan aan Steve Jobs. Mijn bestaan is dat van Lapswans. Dus ik typ een beetje op mijn toetsenbord van de perfecte computer. Met een heerlijke IDE. Dus een Integrated Development Environment. Dat kan ik doen vanuit mijn bit. En via TCP/IP. Dan ben ik overal connected. Ik start een Unix shell op deze machine. Gewoon met zop, zop. Gewoon Unix. Lekker Unix. LS. Snap je hem? Dat is geniaal van Unix. Je doet LS. Dan krijg je een listing. Dat is het woord van God. Dat kan ook nooit meer veranderd worden. En Microsoft... Die had het oude ding van het DIR. En dat had ook in dat operating system van de Apple II had je ook iets anders. Dat was geen Unix. Unix is LS. Als jij je vingers op het toetsenbord legt en je voelt die puntjes met je wijsvingers. Je hebt je duimen in de buurt van de spatiebalk. En doe je je puntjes. Die breng je onder je vingers. Je vingers over die puntjes. En je moet dat heel goed voelen met je toetsenbord. Ja. Nou, LS is dan... Ik geef je 20 seconden. Wat is LS? Dat zijn je twee ringvingers. Je doet ring, ring. LS. Dat is Unix. Geniaal simpel. En dat draai ik hier... En Steve Jobs heeft dat omhoog gehaald. Hij heeft het heel goed ingezien. En wat zielig was, er was een Integrated Development Environment producent. Wat je als programmeur nodig hebt, dat is een programmeuromgeving of een programmeeromgeving. Een stuk software heb je daarvoor nodig. En iedereen wil dezelfde dingen. En iedereen heeft een ander doel. En ze willen allemaal dezelfde dingen. De ene wil compileren voor de 68.000 huppeltje pup. Want je hebt dat avontuur nog gehad. Met die RISC-processor. Dat was een project van Motorola, IBM en Apple. Totaal mislukt. Intel heeft gewonnen. Dat zag Steve Jobs ook heel goed in. Dat hij zei van ja, afgelopen met een gesodemieter. We doen Intel. Dat is moedig. Om zo'n beslissing te nemen. Hij had net zo goed zijn eigen wortels kunnen doorzagen. Maar die man was nuchter.
als een fruitist. En hij heeft geen vlieg kwaad gedaan. Dat ga je mij niet wijsmaken. Hij had Unix erin gezet. En toen kwam het volgende probleem. Dat was de meerdere processoren. Want de scheduling. Dat moet een processor doen. Hè? Een processor moet meerdere taken tegelijkertijd kunnen draaien. Dan ben je op het serverniveau. Dus een server, als jij je werkt achter de bar, hè, dan ben jij de barkeeper. Jij moet meerdere tegelijkertijd af kunnen handelen. Dus een of andere klant die zegt, ja, ik wilde even weten van zus en zo en zo. En ik wil dit en dat bestellen. En ik vroeg me af, heb je nog Melo? En trouwens, ik moet even nadenken. En dan zeg je, oké, ik ben zo terug. En dan ga je naar die andere. Dan zeg je, hallo, wat wil jij? Dan zeg je, Amsterdammetje. Geef je Amsterdammetje. En dan hoppa terug naar die eerste klant. Want die gaat echt duur bestellen. Dus even tussendoor. Dat heet multitasken. Dat is de essentie van de computer. Dat hij dat kan. En multitasken, dat deden wij in de 8-bits tijd. Dan heb je één processor en die processor kan helemaal niks. Dan deden wij dat met software. Want dat kan. En wat er gebeurd is dat het in de hardware gerealiseerd is. Nee, maar dat is grappig. Dus daarmee verviel een enorme taak voor de software. Want de hardware deed het al. De hardware gaat gewoon multitasken. Nou, dat leverde voor Xcode een groot probleem op. Want die kon niet die meerdere threads aan. Niet in de debugger. En dat is opgelost. Gelukkig. Halleluja. Prijs de Heer. Als het dat niet gelukt was, nou man, dan was ik dood geweest. Als ondernemer, als programmeur. Het is gelukt. En daarna ging Steve Jobs dood. Ja, dat is kut. Aan pancreaskanker. Alvleesklierkanker. Het zou kunnen. Ze hebben hem vergiftigd. Hij mag bijgeplaatst worden in het rijtje van Abraham Lincoln. Bob Marley. Iedereen die ik vergeten ben. Een protestant. En een goedhartig man. Ik kan het niet anders zeggen. Hij wist het. Het is een kwestie van overtuiging waarmee je iets maakt. En je moet aanhaken met dat wat goed is. Steve Jobs was een goede vriend van Ross Perot. Zo voor iedereen die geïnteresseerd is over de highlights van Steve Jobs. Hij was bevriend met Ross Perot. Ik heb een reclamefilm gezien. In die dagen dat Steve Jobs met dat Unix, totaal Unix, met die Next computer, dat hij een interview hield met Ross Perot. En Ross Perot tegen Steve Jobs zei, I believe in your product. Ja. Dat zag er heel goed uit. Steady was het. Wat zo mooi was aan die Next, is dat je in de kleuren 4 dimensies had. Ik sloeg stijl achterover.
vierdimensionele kleuren. Ja, dat kan. Want die Nexter was volgens mij een 64-bit computer. Dat moet makkelijk kunnen. Dus je hebt 64-bit. Kijk hoor, 8x8x8. Nee, dat heb je, ja, die heb je helemaal opgevuld. 8x8 is toch echt 64, of niet? Dus vier kleuren in de dimensie. Geniaal. Hoe kom je erop? En die vierde dimensie, dat is de transparantie. Dat zag ik in 1990 of zo. Toen kregen wij, had ik dus die demo, want ik kende die man die bij Apple gewerkt had. We waren collega's, tussen aanhalingstekens, geweest. Hij zou ontslagen worden en ik had alleen maar een urencontract. Wat weet ik nog meer? Collega's dus. Ik zag die transparantie. Wauw. Jeetje kreetje. Want dat had je niet op 8 bits. Hè? Nee. En 16 bits was al iets leuker. Had je dat spelletje Marathon. 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 Geweldige game. 16 bits. Maar geen transparantie. Geniaal. En Xcode, dus de ontwikkelomgeving, is super vriendelijk. Gratis. Het enige wat je nu hoeft te doen, je moet zo'n officiële Apple kopen. Dan moet je een Apple-account aanvragen. Je moet hem registreren. En voor de rest kan je maken wat je wil. Yep. Dus niet meer zeuren. En een tweedehands Apple, die koop je tegenwoordig voor €50, denk ik. Ja. Dus €50 heb je een mini Mac. Die dingen die draaien als een tierlier. Zet er een SSD-schijfje in. Of je koopt een andere oude Mac. Ja, pleur er een SSD-schijf in. Boete die handel. En die vervanging voor een SSD-schijf, hoe kost je dat? Wat wel doen, hè? Het is niet gezond om een ronddraaiend apparaat in je computer te hebben. Dat wordt alleen maar heet. Hè? Bewegende onderdelen slijten. Een SSD-schijf, die beweegt niet. Dus die slijt niet. Ja. Je oxideert een beetje als je. Ja. Uiteindelijk gaat alles kapot. Neem een SSD-schijf in. En draai bovenop Unix. Dus als jij een ontwikkelaar bent, neem een Mac. Niet zeuren. Heb je dit heerlijke ontwikkelingsomgeving Xcode? Kan je schrijven wat je wil. Je kan van mij de broncode krijgen van PX. Dat is geen enkel probleem. Een mailtje sturen, dan krijg je een zipje. Ik zal het nog wel inbouwen in, op de website. Dan kan je een download klikken. Pak je hem maar even. Steven Jobs heeft voor ons de deur opengezet. Het is een beetje vreemd. Dat... Ja, Perry, hoor, ze zeggen toch, Jezus is de deur, volgens jouw geloof. Steven Jobs is Jezus. Ja, ja, dat is een beetje. Hij was een goede peer. Moeilijke man, natuurlijk. Maar als je geen goede peer bent, dan kan je ook geen moeilijke man zijn. Of worden van gelijke strekking.
En ja, ja, ik zou nooit zijn leven geleid willen hebben, omdat ik vanwege mijn sterrenbeeld, denk ik, niet jaloers ben. Helemaal niet. Ik ben er ontzettend dankbaar voor dat ik voor zijn organisatie heb mogen werken. Dat is mijn insteek. Maar jeetje, wat heeft die man goed gedaan, zeg. Tot hij vergiftigd werd. Oh, en dat erge verhaal van die Al Gore. Oh man, ik kan wel diarree krijgen vanuit mijn linkerteen. Al Gore, die heeft hij binnengelaten. Die smeerlap. En die had die film gemaakt, dus Al Gore. Ik zal zijn geheime naam zo dadelijk verklappen. Maar Al Gore heeft toen die film gemaakt, An Inconvenient Truth. En dat had hij gemaakt op een Mac. En dat was zijn overtuiging dat Mac hartstikke goed was. En hij wilde voor Mac, voor Apple gaan werken. En toen heeft Steven Jobs hem binnengelaten. Hij was kandidaat voor de Huppeltje-pup-verkiezingen. En dat vond ik een fout van Steven Jobs. Dat had hij fout gedaan. Hij ging iets te hoog in. Dat is mijn mening. Dus heeft Steven Jobs een fout gemaakt? Nou, die vent van Pepsi, dat was al niet zo'n goed idee, want toen is hij ontslagen. En toen die Al Gore smeerlap, dat is Spaanse, Al Gore smeerlapo. En dat heeft hem zijn kop gekost. En het is jammer, het is jammer, het is jammer, maar helaas. Jeetje, die Al Gore. En hebben ze dan nu bij Apple, hebben ze een speeltuinomgeving ontwikkeld. En dan kan iedereen een appje schrijven. En dat kan echt geen kwaad. Want binnen een appje kan je helemaal een appje. Helemaal niks. Je hebt geen toegang tot de processor. Iedereen appjes schrijven. En het Xcode, dat draait het prima. En het leuke van Xcode is dat je maakt, je zit lekker te programmeren, lekker te debuggen, heel handig. Als er maar iets fout gaat, dan poink. En dan krijg je een message. Nou, even kijken. Denk je, oh, wat is dat? Oh, ziet dat eruit? Oh, dat is zo. Oh, dan snap ik het wel. Oh, lekker weer doorhobbelen. Heb je hele software bug vrijgekregen? Alle rotzooi eruit? Al die vergissingen? Al die typo's? Al die gedachtenverschuivingen? Oh, wat dom was dat, zeg. Oh, dat kan natuurlijk niet. Je denkt een hele tijd na. Dus als je met Xcode werkt, denk je heel veel na. En dan doe je run. En dan pff, boep, boep, en dan weet je alles in één keer. Bij GDB, als je daar gaat dingen zo, dan varen die commando's ook alweer. Je kan niet eventjes er doorheen klikken en klik, klak, 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 klak. In Xcode, als je een breakpoint wil verwijderen, dat is een muisbewegingtje. En je kan hem ook temporeel uitzetten. En dan staat hij in het lijstje van al je breakpoints. Het is geniaal. Zo mooi uitgevoerd. En wat je kan doen, dus met PX kan dat. PX. Met PX kan dat. Dan produceer je een makefile en dan compileer je hem op een Ubuntu-machine. Bijvoorbeeld. Dat maakt niet uit. Dat kan een Cray zijn.
Dat heb ik allemaal te danken aan Steve Jobs. Want met VIM, dat is de meest populaire teksteditor in het Unix gebeuren. En je hebt ook nog TextMate of zo. Daar kan het niet mee. Want wij hebben tijd in te halen. Wij moeten rennen. Wij moeten snel gaan. En ons niet bezighouden met... waarom is dit fout gegaan? Daar moet ik even over nadenken. Daar is geen tijd meer voor. In het algemeen niet. En ook niet qua programmering. Ontwikkelen van de informatiesystemen. En dat heeft Steve Jobs geweldig goed gedaan. Daar heeft hij een bijdrage aan geleverd. En voor dat alleen zeg ik halleluja, prijs de Heer. Aan de andere kant heb ik gehoord dat Steve Jobs zijn eigen kinderen geen iPad gaf. Want hij zei, nee, gaan jullie maar buiten spelen. Dat is ook iets verstandigs. Ga maar buiten spelen. En hoe hij dus om zijn leven is gekomen. Jeetje. Ik denk dat hij vergiftigd is. Je krijgt niet zomaar alvleesklierkanker of pancreaskanker. Dat moet ergens vandaan komen. En was het zijn eigen schuld? Nee, dat denk ik niet. Hij had gewonnen van IBM. IBM is de eerste maatschappij die hem heeft aangevallen. Die zijn organisatie heeft aangevallen. Met de productie van de IBM PC. En dat was een brachelapparaat. Jeetje, wat een rotzooi was dat. Een schande voor de mensheid. Zo'n slecht ding met van die lelijke schroeven. Zo'n rammelbak. Oh, oh, oh. Wat een verschrikkelijk mislukt project. En iedereen kocht IBM's. Ja, want dat was van International Business Machines. En zoals je weet, Perry, want dat weet je wel, want je bent van geschiedenis toch, of niet? IBM Business, International Business Machines, die hebben de Holorit de registratie bijgehouden, hoor. En dat was reuze zorgvuldig. En daarom weten we ook dat er precies 6 miljoen Joden zijn gestorven in Auschwitz. Of andere religiones. Iedereen naar IBM toe. En toen kwamen ze weer terug naar Apple. En toen dacht IBM, ja, als een Mozes niet aan de berg komt, dan komt de berg maar naar Mozes. Ze hebben Apple aangepakt. Dat is het verhaal van Steve Jobs. Hij had zijn kop niet boven het maaiveld uit moeten steken. Hij had niet moeten samenwerken met Steve Wozniak. Die geniale designer van die disk. En die I.O., hoe heet dat? Dat I.O.-apparaat ook weer, dat was geweldig. Had hij dat met niemand te doen? Want dan word je aangepakt, hé? En toch tegenwoordig, ja, ze kunnen niet anders. Weet je waar Microsoft aan down is gegaan? Nou, dat is met alle contracten die ze aan zijn gegaan. En Microsoft heeft een ernstig onderhoudsprobleem. Met de nadruk op ernstig. Ik weet van Microsoft
dat autofabrikanten via de rechter afgedwongen hebben dat een mediator met een non-disclosure agreement kennis mocht nemen van de code met een aantal van tevoren opgestelde vragen. Van de broncode. Hoe ziet de broncode eruit? Wij willen ervoor. Dat is 20 vragen. Maar die mediator die kwam terug met een eenvoudig antwoord en vertelde: de broncode van Microsoft behelst meerdere boekenkasten. Meters. Aan papier. Aan A4 of US letter. Kortom, een dusdanige hoeveelheid papier dat het onderhoud daarvan onwaarschijnlijk is. Dus je mag Microsoft niks verwijten, want ze kunnen de boel niet onderhouden. Dat is onmogelijk. En Steven Jobs heeft zijn schip radicaal de andere kant uitgestuurd en heeft gezegd: ophouden, ja, het is helaas pindakaas. We zitten nu op een bredere busbreedte. We gaan overschakelen. We gaan naar Unix. Rap, afgelopen. Cool. En Microsoft die hobbelt maar een beetje. La 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 la. Dat moet zij maar doen. Niet ons probleem. Zijn er stelletje vrijmetselaars? In de zin dat ze maar een beetje lopen knutselen. Zonder gedachten. Dat is een. Die gedachte van die vrijmetselaars. Of die jezuïeten, dat moet je eigenlijk zeggen. Maar die echte kwaaie lui, hè. Die willen alles in de gaten houden. Ja, dan willen we wel. Als er iets gebeurt, ja, dan willen wij er wel aan deelnemen. Ja. Ja, het punt is, ze doen helemaal niks. En dat is lastig. Dat betekent niet dat ze veracht moeten worden. Want de laatste zullen de eerste zijn, hè. In die zin dat de eerste die het gewoon leuk vonden om in de wijngaard te werken, die zullen gewoon zeggen: hé, joh, ben je er ook? Oh, geinig, man. Leuk dat je nog even langskomt. En je krijgt allebei 10 euro. Hm? Ja. Hey, jij 10 euro, ik 10 euro. Hé, hey, geinig, man. Gaan we samen naar de kroeg. Of wat anders. 10 dukaten. Dat is je leven wat je leidt. En die stomme vrijmetselaars. Even die hele groep in één hoek duwen. Je kan ook de hele tijd zeggen van ja, dan zeg ik weer jezuïeten of katholieken. Ja, ja. Maar die hele groep, en hou er mee op. En als er één van hun bekeert. Joeg, hey. Snap je? Dat is alles wat wij hoeven te doen. Wij zijn receptoren. Wij zijn programma en de omgeving, inclusief alles, de planeet Venus en die rare stand van de maan waar ik nog steeds niks van begrijp. Ik snap helemaal niks van de maan. Persoonlijk, hè? Ik ben nog niet achter het maanmysterie. En ze zijn er dan naartoe gegaan. Maar wat mij betreft is het maanmysterie hier niet mee afgedaan. Maar je bent dus zelf een receptor voor je omgeving. Want jij bent programma en je omgeving is data. En wat vervelend is, er zijn programma's en als je daar heel veel data in stopt, dan gaan die programma's kapot. Data overload. Dat moet je zien te vermijden. Zo
Want dingen die je niet kan verwerken, huppakee, terzijde schuiven. En we gaan een tukje doen. We gaan er even een nachtje over slapen. Want wat er gebeurt, wat Steve Jobs aan heeft meegeholpen, is dat bewustmaken van die programmering. Dus die ruimte geven aan de programmeurs. Dus op een Apple kan je programmeren. En dan gebruik je plain C. Dat is alles. Kun je alles mee doen. En Unix kan je geweldig aansturen. Dat is het operating system. Dus je kan de file transfer protocol aansturen. Je kan send mail aansturen. SSH kan je aansturen. Je kan de wereld aansturen. Je kan files dumpen die opgegeten worden door andere programma's. En dat alles heel overzichtelijk. Met korte commando's. En dan doe je daar commentaarregels bij. En dan een datum is ook wel fijn. Een timestamp. Dat is in je tekstcode. Dan doe je commentaar, commentaar. Dus forward slash, dan de datum. ISO, eerst het jaartal, dan de maand en dan de dag. Dan zijn we gelijk van het volgende millennium probleem af. Als we zo dadelijk, in 2018, dus dan krijgen we zo dadelijk 2000, het jaar 2000. Dat komt er ook nog aan. Voorafgegaan door het jaar 1000. Ach, een datum erachter, ISO. En een kort commentaar. Zeg maar wat. Ik doe dit vanwege... Gewoon één regel. Als je een commentaar hebt van twee regels... dan misschien dat je je even moet gaan afvragen... of je code wel goed in elkaar zet. Een commentaar van één regel is in de regel voldoende. Even een uiting. En dan... haal je wat weg en je voegt wat toe. Verandering vanwege... typen in je broncode. Erg belangrijk bij het programmeren. Behalve Steve Jobs ben ik ook heel dankbaar... aan een man die heeft gewerkt voor Microsoft. Die heette Steve McGuire. En hij heeft een boek geschreven en dat heet Writing Solid Code. Het schrijven van betrouwbare code. De broncode. Met een aantal regels erin. Als je het wil leren om te programmeren. Lees dat boek. Dat helpt ook. En gebruik Xcode. Dan kan je echt, als je kleine programmaatjes wil schrijven, dat kan ook. Als het niet te groot wordt, als je programma 600 pagina's is. Een klein programma. Dat kan je doen met VIM en GDB en dan kom je er wel uit. Maar ga je voor die grote joekels... dan ga je richting de 6000 pagina's. Dan heb je Xcode nodig. Er is niks anders. Mooi hè, dat Steve Jobs dat voor elkaar gekregen heeft. Om zowel de gebruikers, de users, de completely happy ontwikkelingsomgeving te geven, hè, qua communicatie. En ook de programmeurs. Gewoon twee vliegen
in één slag of klap. Het is gebeurd en mijn vader weet het. En mijn vader, dat is God, de mensheid, weet dat. Ik zit nog een beetje na te roepen, maar iedereen die voelt nattigheid. Mensen gaan dat echt wel snappen. Dat Steven Jobs voorlopig niet vergeten wordt. So be it, so is it. Jeetje, wat heeft die kerel gepresteerd, man. Hij heeft ook zo'n man, die heette Bill Atkinson. En die heeft Quick Draw geschreven. Zo, dat was mooi. Dat was wiskundig uitgerekend. Hè? Hoe je dus met puntjes, met Lego, hoe je daarmee een cirkel kan maken of een ovaal. Wat is de wiskunde daarachter? Goniometrie is dat. En Quick Draw was elegant. Kreun, kreun, kreun. Heel snel. En die Bill Atkinson, die heeft nog ergens laten opschrijven dat hij een stuk van Quick Draw geschreven heeft ergens in een hotel. Op doorreis. En hij dacht, ik ga nog even programmeren voor Steven Jobs. He is the one providing jobs. Ik vond Quick Draw erg sterk. Echt. Indrukwekkend. Impressive. Want in die tijd was ik zelf bezig. Toen dacht ik, fok, ik heb verloren. Bill Atkinson heeft gewonnen. Ja, dat is kut. Ah, so be it. Vond ik niet erg hoor, helemaal niet. Met die technologie van Bill Atkinson heeft Steven Jobs ook nog een soort app-taal laten ontwikkelen. En dat heette HyperCard. Hartstikke leuke programmeertaal. Oh, wat leuk. Dat was echt een sandbox. Hè? Zo'n ding in de speeltuin. Een zandbak. En lekker spelen. Gewoon van alles doen. Normaal lijnen trekken. Als klanten vroegen van, ja, ken het font wat anders? Ja, natuurlijk. Dan heb je een ander font. Wel allemaal zwart-wit. Dat was dan wel zo. Maar dat had te maken met die tijd. Zaten die kleuren er nog niet in. Later is dat nog, hebben ze een supercard nog op de markt gebracht. En dat had kleuren. Je kon er leuke dingen mee maken. En voor de klant was dat gewoon klik en dan werkte die. En voor de rest had je pictogrammen, wat je maar wilde. Hartstikke leuk, man. Ja, het product is weg, zei ze. De ontwikkeling ging door. Tegenwoordig is het HTML of HTTP, Hypertext Transfer Protocol. En dat is het toch echt. Buiten dat is er niks. Erg mooi wat Steven Jobs heeft voor elkaar weten te krijgen. Ik zou bijna zeggen, door iemand als Steven Jobs heb je het idee dat God toch op een of andere manier van ons houdt. Op een of andere manier dan, hè? Los van die aardbevingen en de oorlog in Irak.
en al die kankercellen. Maar die Apple computer, die werkt. En dat is ons communicatiemiddel. Het maakt niet zoveel uit. Het gaat uiteindelijk om Unix. Steve Jobs heeft zijn hele softwareafdeling opgeheven. En gezegd, daar kan je mee stoppen. Want we gebruiken Unix. En dan kunnen een hele hoop programmeurs naar huis. Ja. En Steve Jobs had niet toen in de tijd dat hij een 8-bits Motorola 6502 processor had kunnen zeggen, we gaan Unix doen. Dat kon niet. Snap je de diepheid? Hoe het leven zich ontwikkelt. En wij allemaal gaan communiceren. En dat dat een vorm nodig heeft. Het moet goedaardig zijn. Rond dus. Het moet rond zijn. Ik was gisteravond op een geweldig feest, wat ik zelf georganiseerd had. En er ging iemand in de ronde met een iPad. En dat was ook hartstikke leuk. Sprak ik mijn volle neef. En die zat in, was het Aruba of Bonaire? Ja, dat vergeet ik nou weer. Ik denk Bonaire. Hij was een stuk ouder geworden en had iets van een baardje. En zijn vrouw was grijs. Grijziger. Dat is heerlijk. Dan zijn we toch allemaal bij elkaar. Toch? Je wilt toch contact? Dat je een vluchtroute weet. Als er iets gebeurt, dan is er altijd nog tante Til. Of whoever. Dat je één nacht mag overnachten. Dat is je familie. Steve Jobs was in die zin een child in time. Een kind precies op tijd. Dat hij meedeinsde op het verbreken van de gezinnen. Want vroeger hadden wij geen iPad nodig. Wij woonden in dorpen. En als je iemand iets wilde vertellen, nou, dan ging je even langs. Tegenwoordig niet. Tegenwoordig woont je moeder in Heer Hugo Waard. En jij zit in Apeldoorn. En je vader zit in Eindhoven. In het gelukkige geval. Ik ken ook een geval van de beste vriendin van mijn kind. En die vader die woont in de op de Antillen, of in de Antillen. Maar daar waar het lekker weer is. In de buurt van Bonaire. En niet dat die volle neef van mij, dat een vervelende situatie is. Ben jij mal? Hij heeft een verstandige keuze gemaakt. Gaat lekker naar Bonaire. Daar redt hij het wel. Een hele verstandige jongen.
En de rest heb je ook. Al die verbroken gezinnen. En die kunnen dan contacteren via een computer. En dan een beetje handig, alstublieft. En vriendelijk eruit laten zien. En dat heeft Microsoft nooit begrepen. Met een hoekige... Ja, dit niet en dat niet. En neem een Mac en ga als eerste naar de terminal. Een applicatie die zit in het mapje applicaties, heet de terminal. Het lijkt een beetje op Terminator, vind je niet? En dan doe je de terminal aan en dan ga je zelf wild. Kan je bekijken wat je maar wil. Je kan move, je kan kopiëren. Je kan runnen. Execute. Je kan compilen. Het is jouw machine. En het is zelfs zo ingericht dat als je het root password, dus op het hoogste niveau, dat kan je benaderen. Zou ik niet doen. Don't go that way. Een beetje onder het dak blijven. En dan kan je doen wat je wil. Het is jouw computer. En je hebt weliswaar zo'n Apple-account nodig. Maar die mensen die snappen ook wel van de marketing-wise thinking. Dus die houden dat heus wel levend. Ze kunnen niet anders. En het is een kwestie van tijd. En dan hebben wij Xcode nagebouwd. Want zo moeilijk is dat niet. En dan zijn wij van Apple af. Behalve dat wij het gedachtegoed van Steve Jobs altijd in gedachten zullen houden. En dan maar in een ander OS, dan maar zonder al die mannen van Pepsi Cola en die stomme Al Gore smeerlap. En dat zal Steve Jobs heus begrijpen. Want de macht is aan ons. De macht is aan de verstandigen. En verstandigheid kan inhouden in het geval van Steve Jobs dat je alleen maar fruit eet, vruchten eet en water drinkt. En voor de rest ga je op tijd naar bed en je staat vroeg weer op. En jij bent de beste gimmer van iedereen. Op je blote voeten naar het werk. Oh, met je sandalen. Jeetje, wat een lef had die gozer. Laat mij hem de hemel in prijzen. Je hebt toch je naaste nodig. Gek, hè? De eerlijke. Ik weet niet wat ik vergeten ben om nog even te vertellen over Steve Jobs. Zijn kleding vond ik mooi. Zwart. Hij zag er goed uit. Een strakke kop. Hij was een leider. Iets wat ik niet zou kunnen zijn. Hij was een manager. Hij was de meest vrouwelijke man die ik
ken. En ik hoop voor hem dat hij niet is lastiggevallen door de vrijmetselaars, behalve dat die hele company hier gedowned is en hij 2 keer zijn kop boven water heeft moeten steken. Bah, wat ben ik boos af en toe. Hè? En dan kom ik niet meer uit mijn woorden. Hij was een goede bloke. Ik heb met liefde voor zijn bedrijf gewerkt. Uit respect. En dat kreeg ik nog voor betaald ook. Ik had het gratis bijna gedaan. En dat zegt toch wel wat? Want ik ben geen no-no. Respect voor die kerel. Ik dank jullie wel voor het luisteren naar deze fantastische rant over Steve Jobs. Ik vind het echt ontzettend jammer dat ik die man nooit een hand heb geschud. Is het mijn pijn of zo? Ja. En voor jullie, zaak hier auf Hamburgs. Tjus. En dag liefas.